viscositeit, dat is altijd gelijk. Ja. En dat is dus een standaard chocolade en die heb een gewone witte chocolade. De tweede dat ik mee heb, of de derde dat ik mee heb, dat is een nieuwe soort van dit jaar uitgebracht door Velbol, dat is nieuw. Dat gaat u waarschijnlijk niet kennen, want dat is ook niet op de markt, gewoon in de winkel. En dat is Gold. En dat is in feite een wit. Zo, nu is die chocolade goed om er iets mee te maken. Dus je hebt het. Dus wat ga ik wel doen, ik ga die wel een klein beetje moeten opwarmen. Want als ik... Dus nu heb je dat ook al aan je Nico. En nu al het aroma van de keer dat je zo door te verwachten. Ik voel daar chocolade aan toe. Om dat mee een last te maken aan de basis. En ook eens dat ik de knop had. Het bier dat we hebben netjes opgewarmd. Doe je dat niet dan hard, als dat bier koud is, dan die chocolade weg gaat dat blokkeren. Dat breekt hard voor. Kun je daar nu iets mee doen? De recepten heb je allemaal gekregen. En ik heb dus geopteerd voor die te maken met melkchocolade. Waarom? Omdat die het meest toegankelijk is voor iedereen. Als ik zou dus die ganache maken met fondant, ga je dus een heel deel van dat bier, of die biersmaak, wegkrijgen omdat die fondant overheersend zal zijn. Als ik dat doe met melk, is dat aangenaam. Als ik doe met wit, dan is dat te zoet. Is dat voor mij niet zo lekker. Dus we hebben een paar zaken uitgetest. En het beste resultaat kwam dus met die melkchocolade.
En als je ziet, kijk, ga ik een beetje nemen, dat is heel vloeibaar. Ja? Dat is dus ook iets, als we werken met een glas, moet je die altijd een nacht laten staan. Ja? Ofwel moet je het de eerste wel eens toevoegen, en dan is dat niet meer lekker vastmaak. Ofwel, gaat de vulling ook beginnen stap worden en dan ja. Kijk, ik ga, dan zit hier eentje bij met een klein haartje in. Ik ga het zo laten dat het verschil ziet tussen deze die perfect dicht zijn. Ik kan die ook dicht maken met gewoon een heel klein beetje met mijn steekmes die weer te sluiten. Maar ik ga het gewoon om te tonen wat het verschil is tussen één luimbelletje en één luimbelletje. Dat je ziet. Want ja, de neef bijvoorbeeld, daar ga ik het niet in de winkel. Maar voilà. Het is fantastisch dat je zelf zo wil opoffert. Kan ik hier rondgaan dat je hier een velk en hier een velk is? En dan gaan we die ook even in de koelkast plaatsen en hou je niet uit. De naam Hapkin komt eigenlijk van Boudewijn de Zevende. Boudewijn de Zevende in 1117. Zijn bijnaam was Hapkin met de bijl. En hij wilde eigenlijk een bier maken, een zeer sterk bier, die ideaal was voor zijn troepen aan te moedigen
om te kunnen goed vechten. Ze hebben een heel goed sterk bier, want die mannen hadden heel veel kracht en energie nodig toen. Uit wat bestaat het bier? Dus het bier is een bier van hoge gisting. Dus er zitten heel veel fruit en toetsen in. En we gaan ook gebruik maken, het zit eigenlijk in de categorie sterk blonde bieren. Sterk blonde bieren zijn gekenmerkt door, eerst en vooral de naam zegt het zelf, een licht blonde kleur. En ook een zeer hoge bitterheid. Voor de kenners onder jullie, dit heeft ongeveer 30 bitter ingeven of 30 EBU. Als je daar eigenlijk aan ruikt van het bier, ga je direct ook de hop waarnemen. Er zijn eigenlijk een aantal aromatische hoppen gebruikt. Een zeer edele hop zijn de Saatshop. De Saatshop is eigenlijk origineel een hop afkomstig van Tsjechië. De hop die gebruikt werd origineel om pils mee te brouwen. Dat wordt ook veel in sterk blonde bieren gebruikt. Sorry? Saas. Saashop en daarnaast is nog een tweede hop erbij. Een sterk aromatische hop, dat is Hallertau Mondru. Dat is eigenlijk een variëteit die nog maar een aantal jaar beschikbaar is en die ook heel fruitige componenten geeft. Wij noemen die fruitige componenten floraal, dus dat heeft zo'n beetje bloemige geur. Als je heel felle kenner bent, kun je daar zelf een beetje zo de toets in krijgen van geraniums. Dus dat is typisch het kenmerk van die sterke aromatische hop. Het bier is ook zeer ver uitgegist, dat wil zeggen dat het een zeer droog bier is. Een zeer droog bier wil zeggen, zoals dat bij wijn ook hebt, dat het dat noemt sec, dus het is bijna geen restsuikers meer. Ik zie enkel de receptuur. Maar ik heb mijn receptuur anders hier even om de proeverij om mij te brouwen. Ik heb ooit een keer een financieel plan proberen te maken voor de bierproductie zelf te doen. Maar dan moest ik mijn hoofdjob opgeven, les geven, te gaan les om mijn hoofdjob op te geven. Daarom blijf ik bij de productie, bij de proeverij. De bieren die ik creëer, of de namen van mijn bieren, zijn altijd gelinkt aan de Burg van Brugge. Dat is waar Brugge stichtte in de 9e eeuw. En tot mijn beperkte kennis van de geschiedenis, maar dat is samen, ik heb dat samen gebrainstormd met een gids van Brugge. Het was niet Henk, maar het was een andere kenner van de geschiedenis van Brugge. Is er naam de bijnaam van de Boudewijn? Boudewijn 1. De eerste graaf van Vlaanderen. Die op de burg woonde, lang geleden. En hij heeft met, dat ga je wel zien op het flesje straks binnenkort, ga je de afbeelding zien van de beer van Brugge. Met de ijzeraar, letterlijk dan wel, met de speer erdoor. Dus hij heeft in de bossen van Brugge met een speer een beer gedood. Bossen, hij had daar een sterk arm voor nodig. Vandaar de ijzeren adem. Ik heb ook volgens de roddels in de wandelgangen gehoord dat hij vroeger sliep in zijn harnas, maar dat is niet bevestigd historische zin. Ik heb dat maar enkel vernomen tijdens mijn wandeling vanaf 2009, maar het is niet bevestigd door historici. Maar ik moet eerlijk zeggen, het is de receptuur waar ik het langst aan gewerkt heb, de ijzeren adem. Ik ga nog niet te veel ingrediënten vertellen aan jullie, maar ik zou graag van jullie horen welke aroma's jullie herkennen en ik zal dan straks proberen dat te linken aan mijn receptuur die ik plus minus zal vertellen, maar het enige wat ik niet vertel is in mijn verhoudingen en de gist. Dat is, als jullie later willen brouwen, het is een fantastische hobby, maar ik zou graag van jullie kunnen horen eerst en vooral wat je herkent en dan zal ik dat inkaderen van de receptuur. Dat is heel goed. Ja, kun je zo?
dat die vloeistof is, denk ik, is een beetje dens. Dus het is een beetje meer siroop. Het is niet siroop, maar het is meer siroop. En ja, jullie te bedanken. Ik kijk naar Paul. Of heen nog iets wilt zeggen aan de. De verrassingsactiviteit. Iedereen wat nog zo willen vragen is van kijk, ik neem het naar Ingezeu. Hopelijk is er nog ergens voor iemand iets buitengeen die te honger is. En voor de rest, Paul, ja. Misschien op de avond af te sluiten, dan klaar. Dat is van Tillehem. En voor degenen die nog gaan een boekje kopen, er liggen daar ook nog boekjes uitgegeven door onze vereniging. Een grote boekje, dat die iconen en der lage landen. Wat je vlonde kijken. En interessante uitgaven. En verder met een aangename avond. En gaan we dan straks uw gedachten over dat bier en wat chocolade dat het en dank u wel aan alle de medewerkers die daar in de stilte achter de toog geholpen hebben. Dank u allemaal. En tot de volgende editie.